Jong PSV sloot vorige week dinsdag het seizoen af met een 4-1 overwinning op Jong Vitesse AGOVV. En nu resten er nog wat oefenpotjes voor de mannen van Marco Roelofsen. Zo ook afgelopen maandag op de eigen hertgang speelden we tegen Jong NAC Breda. Een ploeg die in de belofte eerste divisie speelt en normaal gesproken dus geen probleem moet opleveren voor Jong PSV. Dit is Victor, een testspeler uit Peru. Paast de bal op Gennaro Zeefuik. Die wordt omlaag getrokken, krijgt geen strafschop. En de bal belandt naast het doel van doelman Tim Koremans. Scheidsrechter van dienst is Cairo. Geen strafschop zag hij in de actie op Gennaro Zeefuik. En de eerste kans dus verkeken voor Jong PSV. NAC Breda dan. Via Elson Hooy. De voorzet is goed. De kopbal van El Kayati belandt in het zijnet. El Kayati die nog speelde in de jeugd bij PSV. Lekker weer op de hertgang. En een leuke eerste helft zien de supporters. Moktar en Zeefuik in de combinatie. Goeie 1-2 door het hart van de defensie van NAC. Younes Moktar met de openingstreffer. Nee, net naast. Tot dusver het hoogtepunt uit de eerste helft. Mooie aanval tussen Younes Moktar en Gennaro Zeefuik. Imet Naya met de bal opnieuw op zoek naar Zeefuik. Die gaat hier tegen de vlakte, maar gaat door. Gennaro Zeefuik met de inzet en dan met wat geluk de treffer voor Jong PSV. Via de knie van receveur en de handen van doelman Tim Koremans belandt die bal in het doel. Sterk gedaan dit door Gennaro Zeefuik en dan met wat geluk de eerste treffer van de middag. Ospitalieri met de inworp. Zeefuik gaat altijd op zoek naar het gaatje. Kiest nu voor de oplossing naar de buitenkant. Younes Moktar met tegenover zich Furnace Noyle. Moktar is hem voorbij. En daar is het. Jeffrey van Nuland met de tweede treffer. En daar is hij blij mee, van Nuland. Scoort niet zo vaak. Bezig aan zijn laatste wedstrijden in het shirt van PSV. En hier tekent hij dus voor de 2-0. Goede voorzet en in het dak van het doel afgerond door middenvelder van Nuland. Hij weer terug op de bank. Romario Sabayo lang uitgeschakeld met een knieblessure. Wellicht nog minutenmakend dit seizoen voor Jong PSV. Zeefuik. Karakteristieke actie van Gennaro Zeefuik. De bal belandt naast het doel. Schouderklopje van scheidsrechter Cairo, maar Zeefuik had hier liever een doelpunt gemaakt. Wuitens. Naya. En daar gaat Younes Moktar weer. Is veel sneller dan Furnace Noyle. En daar wordt Gennaro Zeefuik tegen de vlakte gewerkt. En nu fluit scheidsrechter Cairo wel voor een overtreding. Steven Edwards, de man die de overtreding beging. En was het er eentje? Kijken, hier daaronder gebeurt het. Moeilijk te zien. Maar de strafschop is een feit en wordt omgezet door Jason Bradouche. Geen kans voor Koremans. En zo is het 3-0. Uitstekende penalty. Hoog en hard. En Koremans beleeft een beroerde middag op de hertgang in de tweede helft. Inmiddels Gino Mommers in de ploeg gekomen als doelman bij NAC Breda. Ook hij natuurlijk een PSV-verleden. En Mommers ziet Moktar naderen. Moktar met de voorzet achterin. De ingevallen Josimar Makiavala. Grote kans. Hij treft slechts het zijnet. En de vraag is dan hoe groot de score gaat oplopen voor Jong PSV. Het maakte er al 3. Maar het blijft kansen creëren in die tweede helft. NAC Breda komt er echt niet aan te pas deze middag. Erkelens. Bordouche jaagt goed door. Edwards in de fout. Bordouche voor de vierde. Treft hier het lichaam van Gino Mommers. Hier had meer in gezeten voor Jong PSV. Inmiddels Romario Sabayo in de ploeg gekomen. Maakt dus daadwerkelijk zijn rentree in de ploeg van Marco Roelofsen. En hier laat hij zich zien. Probeert het maar eens van heel ver. Ook hij treft het zijnet. En zo blijft het bij 3-0 tussen Jong PSV en Jong NAC Breda.